Nou, daar gaat ze sowieso niet mee winnen. Al is het wel heel leuk. Dus ik moet echt even iets vinden voor inspiratie. En ik weet het dus gewoon echt niet. Goedemorgen, het is vrijdag en we zijn al uit en het moet echt wennen, want het is echt gewoon donker als je uit je bed komt en ik stel weer lekker scherp, zie ik. En we zijn heel gezellig. Nou, Sarah heeft een gekke bui, maar we zijn dus heel gezellig met Mila. En Sarah heeft keelontsteking. Ja, ze heeft keelontsteking, dus die gaat niet naar school, dan gaat ze even naar oma, dan ga ik naar de fysio. Ja, want... Doen jullie wel eten? Mama gaat naar de fysio en ik ga niet mee. Kom dan te erg... Keelontsteking. Ja. Daar wil ik niet zo graag meegaan. Ja, oma woont echt vlak bij de fysio. Dus dat scheelt. Oma is hier het straatje en hier is de... En het is een paar straten verder. Straat. Wil jij even en niet zo praten? Daarin en dan Sarah. Hier is het. Ja, even met je volle mond. Dus hier is het. Dus niet zo ver. Sarah, niet zo praten met je volle mond. Moeilijk, hè? Ik heb Sarah net bij mijn moeder afgezet en heel die eruit te beslaan van haar. Het is zo verschrikkelijk vochtig, ook mijn lens van mijn camera slaat ook eens in. Even de blowhard aan en ik ga nu naar de fysio. Zo blij als ik naar de fysio ben geweest. Ik ben echt als een boren. Ik heb het gevoel dat ik scheef film, maar ik zie het niet, dus op de gok. En nu gelijk weer naar Sarah. Die is natuurlijk nog bij mijn moeder. Moet weer die blower aanzetten. Echt, die ruiten zijn helemaal beslagen. Het is gewoon niet leuk meer. Het is zo vochtig weer. Ja, ik hoop dat het deze week allemaal valt. En dat het dan volgende week, vanaf donderdag in ieder geval, en het weekend, heel mooi weer is. Echt. Alsjeblieft. We zijn weer thuis en ik heb gisteren zeg maar een halve afspraak gemaakt bij de kapper. Dus ik had één plekje en toen heb ik een afspraak gemaakt. Als Sarah zich lekker voelt, even tussendoor, dan gaan we wel. En als zij een andere klant kon krijgen, zou ze het ons laten weten, zou ze het afzeggen. Zodat we beide ja, kans hadden dat het wel doorging en anders ook geen probleem was als het niet doorging. En Sarah voelt zich nu oké, dus we gaan even snel naar de kapper. Want dat was gisteren de bedoeling, want we willen echt de haartjes heel netjes hebben voor volgende week, de verjaardag. En de kapster werkt alleen op donderdag en vrijdag. Dus vandaag is de laatste dag voor Sarah's verjaardag. Dus heel blij. Sarah de koorts en ziek voelen gaat in golfjes. Dus het is nu even voor een golf. Nee, maar vandaag werkt ze nog. En dan werkt ze pas weer op je verjaardag. Dus dan zijn we te laat. Knuffelen. Ja, het ging net de hele tijd heel goed met Sarah, maar die voelt zich nu even wat minder lekker. Dus we hebben even knuffeltijd op de bank en Miu Miu komt zelfs knuffelen. Kom eens hier. Ja, het gaat zo in vlagen met Sarah. Op een moment denk je, nou, volgens mij gaat het weer helemaal goed. Miu is je aan het aaien. Ja, kopjes aan het geven. Hè? Het volgende moment dan wordt ze weer warm en dan voelt ze zich weer minder lekker. Ik vind het wel heel warm. En mijn handen zijn koud voor me. Ja, jij hebt hele koude handjes. Ja, maar het voelt heel warm. Maar dit is, wat zou je hebben, 37,2 of zo. En je hebt van jezelf heb je 36,7 à 8. Dus dat is voor jou een verhoging. Tada! Oh.
Heb jij dat helemaal veranderd? Met mama. Met mama? En oom. Oh, en oom? Ja, want de oom was er in één dag. Ja. Om het opnieuw te doen met avondeten, want de eerste keer lukte het niet, want toen was ik zo langzaam aan het eten. En toen hebben ze met z'n tweetje een spelletje gedaan met de keer hierna, gelukkig niet. Maar, hoe vind je het? Mooi. Ja. De kist staat daar. Daar staat het Barbiehuis. En ik had eerst alleen die van jou. Die pony. Die ja, met paars. Mm-hmm. Ik film nu een plafond, hè? Oké. Nu een grond. Nu ja, Ali. Nu ik. Nou, we staan heel charmant in beeld. En ik ga iets laten zien. Ik had alleen deze. Wat is dat? Applejack. Daarom zie je een appel. Ja, die zie ik niet van hier. Waar is de appel dan? Het rode. Kijk, ja. Even gaan zien. En nu, kleine dame. Kom jij even. Is het voor jou tijd om naar bed te gaan? Wil jij mij nog weten hoe hard ik zie? Ja. Je hebt ook een goed momentje, ja? Maar ik vind het slaapheel. Maar misschien kan papa je naar bed brengen. Vind je dat een leuk idee? Ja. Marco is al naar bed, want... hij is nog heel even wakker gebleven, maar hij heeft heel dag gewerkt en toen zeg maar 3 uur gereden om thuis te komen, dus die was kapot. En we hebben net zitten kijken en hij gaat over, wat is het vandaag? Over na 2 nachten zeg maar 's avonds weer daarheen en dan blijft hij daar nog 2 of 3 nachten en dan is het helemaal klaar. Maar voor het weekend waren de dingen die hier moesten, dus dat moest gewoon. En ik wil zo ook naar mijn bed. Maar ik wil ook nog even een heel klein stukje editen, dat horen jullie elke avond. Dus ik zet nog even een thee. En ik ben echt moe, ik heb een beetje moeite om me te focussen, maar goed. Oh, even wakker schudden. Echt elke keer, dan zie ik mezelf half en dan denk ik, ja, ik ben echt blij. Ik heb gewoon, ja, meer dan de helft van mijn lengte eraf geknipt. Het was echt zo, mijn haar viel echt tot hier en nu is het echt tot hier. En ik vind het echt zo verschrikkelijk fijn even. En ook als ik me overweeg, denk ik echt, hey, er zit geen gewicht meer aan. Want het was zo zwaar, dus ik heb heel de dag de neiging om gewoon echt alleen maar... Zo te doen. Maar goed, ik laat liggen. Ik zit ook nog elke keer te googlen, want zij was natuurlijk over een paar dagen jarig en dan trakteert ze op school. En ze hebben op school een wedstrijd, de leukste gezonde tractatie. Dat vindt ze heel erg leuk. Maar ik weet echt dit jaar gewoon niet wat ik moet maken. Ze wil eigenlijk iets met unicorn. Nou, als ik daarop zit, dan zie ik alleen maar eigenlijk ongezonde tractaties. Dus, en ze wil heel graag aan de wedstrijd meedoen. En ik ben er ook echt wel een voorstander van om gewoon gezonde tractaties te doen. Want kinderen snoepen tegenwoordig al zoveel. Nou, dan krijg je, kijk of ik hem goed in beeld krijg. Dit bijvoorbeeld. Of... Kijk, het zijn allemaal eigenlijk dat soort dingen. Allemaal met heel veel snoep. Nou, daar gaat ze niet... Ik heb toch een beetje moeite met het licht in één keer. Dit. Nou, daar gaat ze sowieso niet mee winnen. Al is het wel heel leuk. Dus ik moet echt even iets vinden voor inspiratie. En ik weet het dus gewoon echt niet. Ik ben er dus nog steeds niet over uit. Maar goed, ik laat het voor nu los. En ik ga lekker naar mijn bedje toe. Bedankt voor het kijken. Tot morgen. Doei doei.